Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. En vandaag gaan we echt iets heel bijzonders doen, want vandaag gaan we een reis door de tijd maken. Dit is een nieuwe rubriek, Flashback Friday. En op iedere vrijdag ga ik een retro game spelen. En vandaag is dat een game die voor mij mijn liefde voor basketbal heeft aangewakkerd. We gaan naar de jaren 90. En in de jaren 90 stond basketbal bij mij nog hoger dan Formule 1. Nog hoger dan voetbal. Er was maar één ding wat de klok sloeg. Ik speelde zelf ook basketbal. En dat kwam allemaal door deze game. Dit was nog voor Space Jam. Space Jam was zeker in mijn jeugd een van de vetste films aller tijden. Totdat ik later achterkwam dat het helemaal niet zo'n goede film was. Maakt helemaal niet uit. Maar deze game heeft dat veroorzaakt. En laten we niet al te veel tijd verspillen. Laten we gewoon meteen in de game gaan duiken. Ah, wat is deze game peak 90's zeg. Oh my god. De muziek in deze game is echt gruwelijk. Dan gaan we doen een head-to-head game. Yep, zeker weten. Ja, tuurlijk. Laten we het doen. Here we go. Je kon hier ook cheatcodes invoeren. En als je hier bepaalde cheatcodes invoerde via bepaalde lettercombinaties, dan kon je bijvoorbeeld met Will Smith spelen of met Bill Clinton, noem het allemaal maar op. We spelen echter nu de Super Nintendo versie. De game kwam eerst uit op, in de arcades. Gigantisch succes geweest, meer dan 1 miljard dollar opgehaald. Alleen kregen we helaas geen Michael Jordan. En dat is natuurlijk een apart verhaal. Michael Jordan bezit de rechten voor zijn eigen licentie. En dus zit hij niet in de game. Maar sterker nog, deze game was bijna niet eens uitgekomen. Want in eerste instantie wilde de NBA totaal niet zijn naam en spelers lenen aan deze game. Even kijken wat de controls ook weer zijn. Oké, A is gooien. Dat is duidelijk. X is passen. Dit was ik allemaal niet, hè? Ik ben Patrick Ewing. En waarom heb ik een New York Knicks shirt aan? Heel simpel. Voor mij was Patrick Ewing. Ik heb ooit één basketbalwedstrijd live gezien in de jaren 90. Dat waren de New York Knicks. Daar zat Patrick Ewing bij. En ik was meteen verkocht. Oké, hij is pasen. Boom. 6-0 voorsprong. A springen. Oh, hier komt ie. Oh, nee! De controls zijn zo fucking weird. Oh mijn god. Kom, hier passen. Boom! En daar staat NBA Jam natuurlijk bekend om. Zijn over de top dunks en noem het allemaal maar op. En die fantastische sportcommentator. Deze backboard kan je ook breken. Het is mij wel eens een paar keer gelukt. Ik weet niet wat je er precies voor moet doen. Naast ontiegelijk hard dunken natuurlijk. Ja, pas maar. Pas dan! Oké, we gaan voor een driepunter. Ai. En je kan elkaar ombuiken, dus word je niet voor gestraft. Nee! Nee, kom op! Boom shakalaka, dat is de bekende uitspraak ook uit deze game. He's on fire. Noem het allemaal maar op. Echt ontzettend gruwelijk. Ik heb later ook nog de Tournament Edition gespeeld op de PlayStation. Die wilde ik laatst gaan streamen, maar helaas lukte dat niet helemaal. Maar ik heb zulke goede herinneringen aan deze game, jongens. En ook niet te vergeten. De originele arcade staat op dit moment in Blast Galaxy. Dus mocht je nog nooit NBA Jam in de arcade hebben gespeeld, ze hebben daar gewoon de originele setup. Dat is uiteraard een arcade cabinet waar 4 mensen aan kunnen gaan staan. En dan speel je 2 tegen 2. Het is echt fantastisch. Oké, eerste kwart zit erop. Ik moet echt wennen aan die control scheme. Oh, nee. Oké, we gaan voor 3 punten. 3 punten vinden nog niet leuk, hè? Ah, die rebounds zijn ook echt dramatisch. We begonnen zo goed. Boom! Nee! Ah, jongens. Het wordt me niet gegund. Speel de bal. Speel hem terug.
Het enige wat ik eigenlijk nog een beetje mis is, is muziek. Oké, laten we alsjeblieft geen drie punten meer proberen met Ewing. In eerste instantie, in de allereerste versie van deze game, hadden alle spelers gelijke statistieken. En, maar omdat mensen wel met echte spelers speelden, gingen ze bijvoorbeeld geen drie punten proberen te maken met Shaquille O'Neal. Want dat kan hij natuurlijk totaal niet. En de developer had zoiets van, als mensen zich gaan vormen naar de spelers, laat ik de spelers dan ook gewoon de statistieken geven om meer op de manier van spelen te lijken. En dat hebben ze pas later dus erin gevoerd. Laten we het toch nog proberen. Boom! Drie punten! Oh, 1917, we stonden zo ver voor. 1919. En dat heb ik altijd met deze game, hoor. Van, ik begin heel sterk. En dan komen ze in één keer vanuit de niets terug. Dat moet wel iets van rubber banding zijn of zo. Ik weet niet wat ze hier aan het doen zijn. Oh, oh, oh. Toch nog? Ja, hoor. Oh, ik speelde dit alleen wel tegen een stagiair een tijdje terug. En die had nog nooit NBA Jam gespeeld. En hij heeft mijn ass gewoept. Nee, hij heeft mijn ass niet gewoept. Maar ik heb wel echt op één punt verloren. Was echt heel zielig. Nee. Oké, we gaan gelijk schieten. Yes! Ha! Heerlijk! Heerlijk. Halftime report. Ik vond het er zo gruwelijk uitzien, jongens. Oh, oh, oh. Je kon bijna zien wat er gebeurde. Het is nog slechter dan het allerslechtste gifje wat je ooit hebt gezien. Patrick Ewing dus. Nou, dat ziet er toch uit. Drie keer een driepunter. 23 punten in totaal. Ja, mooi. We gaan voor MVP. Je hebt een turbo knop. Nee! Je hebt een turbo knop trouwens. Die gebruik je met de R knop. Ja hoor. Kom op zeg. En ik zweer het je. Misschien zie je het al aan hoe het speelt. Maar deze game is gewoon vandaag de dag nog meer dan prima speelbaar. Het voelt gewoon tijd. Het werkt leuk. Je hoeft niet eens into basketball te zijn om dit te kunnen waarderen. Je hoeft niks van de spelregels te kennen. Het is gewoon een heel simpel, super arcade. Iedereen kan het spelen. Pick up and play. Download het. Koop het. I don't know. Maar doe jezelf dit plezier. Ik heb hem hier nog origineel op de Super Nintendo liggen en op de PlayStation 1. Ja, het is echt fantastisch. En ik pik hem dan ook graag regelmatig even een keertje op. Gewoon tegen vrienden te spelen. 1 tegen 1. 33-37, jongens. Nee. Ach, jongen. Tuurlijk schiet hij dan meteen een driepunter. Oké, als wij maar blijven scoren en niet de bal verliezen dus. Die verliezen we nu echt veel te vaak. Ja, lekker. Speel. Oh, nee. Oh, god. Nog maar 1 punt verschil. Oeh, die voelt lekker. Echt, het zou meer punten moeten. Het is meer punten waard dan slechts 2. Ah, jongens. Kom op, dit kan niet. Dit gebeurt te vaak. Ah, kom op. Ik kan hem niet eens raken, joh. Oké, wacht even. We gaan gewoon tijd rekken. Oh. Helaas. 3 punten verschil. We gaan de laatste kwart in. Het gaat nog een pittig klusje worden dit, hoor. Oh. Om een of andere reden, ik verlies het altijd in het vierde kwartaal. En ik weet niet of dat zo ingeprogrammeerd is. Maar ja, we gaan zien of ik kan winnen. Hij staat op medium settings. Kerel, hij kan gewoon doorlopen, joh.
Oeh, backboard! Dit is dus wat ik bedoelde. Heerlijk! Dat we deze ook gewoon even in de gameplay hebben zitten, hoor. Ah, kom op. Nee, nee, nee! Zie, dat bedoel ik. In één keer pak ze alles af. Ja, we gaan gewoon verliezen. Staat weer gelijk. Kom op. Pak hem af. Ah! Hoe dan? Hij was afgepakt. Ah, kom op. Nee! Wat is dit? Deze game! Hij naait je altijd zo erg. Oh, 50-50. Kom op, pak hem af dan! Ah, dit is echt verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk, man. Hoe dan? Kom op! Oké, nu raakt hij me gewoon echt de hele tijd kwijt. Gewoon meteen. Ah, wat is dit? Dit kan de hele wedstrijd. In de vierde kwart kan het niet. Ik zei het toch. Oh, we moeten 3 punten gaan scoren, anders hebben we sowieso... Nee! Kom op! Wat is dit nou? Ja, rotte god, man. Wat een game. Dit kan je toch niet maken, zo? Hoeveel kansen mogen ze krijgen? Ah, dit is zo nep. Ja, zoals ik al had voorspeld. In de vierde kwart krijg je altijd je ass gekikt in deze game. Ongelooflijk, man. Ongelooflijk. Dit voelt zo ontzettend zuur. Ik heb er echt geen woorden meer voor. Je ziet het gewoon. Elke kwart, de eerste 3. Je kan gewoon richting de basket lopen. Kan gewoon dunken. En hier, als hij naar je kijkt, je bent de bal kwijt. Dit voelt zuur. Daarom speelde ik het ook nooit tegen de computer, maar alleen tegen menselijke tegenstanders. Dan hoefde je nooit, maar dan ook nooit, met deze bullshit te maken te hebben. Ongelooflijk, ongelooflijk. Maar jongens, dit was NBA Jam voor de Super Nintendo. En ik moet zeggen, dit is en blijft voor mij gewoon een pareltje uit mijn jeugd. Ik vind dat jullie dit allemaal moeten gaan spelen. Zorg ervoor. Er is trouwens ook nog een re-release uitgekomen in het Xbox 360 tijdperk. Xbox 360, PlayStation 3 en Nintendo Wii. Is er een nieuwe versie van de NBA Jam uitgekomen. Uitgegeven door EA. En die schijnt ook best wel tof te zijn. Ik heb hem zelf niet gespeeld. Ik heb wel heel even gekeken hoe het eruit zag. Het zijn wel gewoon 3D graphics. Dat vind ik toch ietsjes minder. Maar deze still holds up. Ga het spelen. Het is ongelooflijk gruwelijk. En dan checken we elkaar de volgende keer bij Flashback Friday. En laat ook vooral onder in de comments weten welke game we volgende week moeten gaan spelen. Moet een retro game zijn uiteraard. En het liefst eentje die ik al gespeeld heb. Zodat ik gewoon heerlijk mijn nostalgie eraan kan ophalen. Jongens, bedankt voor het kijken. En we checken elkaar de volgende keer. Later!